De presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel heeft donderdag aan president Desiree Bouterse advies uitgebracht over het aanpassen van het kiesstelsel. De voorzitter van de commissie en voormalig president Jules Weidenbos zei bij de overhandiging dat in het voortraject er presentaties en consultatierondes zijn gehouden met politieke partijen, zowel in de Nationale Assemblee als politieke organisaties daarbuiten. Het staatshoofd is blij met het document en met de inzet van de commissie. In het document wordt het staatshoofd geïnformeerd over de werkzaamheden van de commissie en de voorstellen met betrekking tot het aanpassen van het kiesstelsel. De presidentiële commissie is door de regering belast met deze taak, aangezien politieke organisaties bedenkingen hebben over enkele bepalingen in de kieswet. President Bouterse gaf aan dat hij de inzichten en voorstellen verder zal bestuderen.